Het eerste schilderij. Kinderen ter zee. Deze scène geeft een goede weergave van een doodnormale dag op het strand. Het is al wel een hele tijd terug. Zo draagt de oudste broer, zijn jongere broertjes, en wordt omringd door zijn broertjes. Het is een goede weergave van de dagen die onze opa en oma's geleefd zouden kunnen hebben. En het is een iconisch geschilderd volgens de manier die we kennen van Jozef Israëls. Het naaistje. De schilderstijl die we kennen van Jozef Israëls is ook weer hier te zien. Dit is een schilderstijl, we bestaan uit wat grover werk. Dit schilderij is ook opgebouwd uit een centraal vlak, met een groot kleurcontrast tussen de voor- en achtergrond. Nog iets wat meteen opvalt aan het schilderij is de hoeveelheid verf. Dit zorgt voor een relief wat het oog meteen aanspreekt. Het oog hier in dit schilderij is ook een moment uit het alledaagse leven gevangen, namelijk een moeder met haar dochter. De Joodse bruiloft. Onze favoriet. De Joodse bruiloft is een nog betere weergave van een wat grovere schilderstijl van Jozef. Door het diverse kleurgebruik in de gezichten van de personages in dit schilderij ontstaat een goede weergave van de emotie in de gezichten van de omringende personen. De focus ligt alleen wel duidelijk bij het magische moment van het schilderij, namelijk het vereeuwigen van het omdoen van de ring. Meisje aan zee. Het volgende werk is heel bijzonder, omdat het heel anders is dan de stijl die we kennen van Jozef. Zo is het niet gebruik van een groot kleurcontrast, maar is het een rustige tekening die mild valt in het oog. Je wordt getrokken naar een meisje dat zit op het strand. Wat doet ze daar? Waar komt ze vandaan? En wat doet die man op haar rug? Misschien vragen die we vroeger makkelijk hadden kunnen beantwoorden, maar nu de vrager de lezer over iets nadenkt. Het volgende. De zandschipper. In de zandschipper zie je een boer of boerenknecht, een normale jongen, lopen aan de kade van een zee. Je vraagt je meteen af van wat hij daar doet. Heeft hij net een boot uit water of gaat hij terug? Is het in Friesland? Is het in Friesland of is het in Brabant? Je weet het niet. De tinten zijn wat droeviger en zijn een goede weergave van het alledaagse project van de alledaagse kunst van Jozef.